Dit is nieuwsuitzending nummer 148. En wat je nu in beeld ziet, hier is ongeveer, hè? Dit is 147. En dit gaat over het boek Rulers of Evil. En dit is uitzending nummer 1. En er is ook een uitzending nummer 0, maar die duurt nogal lang. Ik ga nu weer even de wekker zetten. Want dan blijf ik zo doordraven, weet je wel. Heb je ook helemaal geen zin. Dit wordt richting de 30 minuten en meer niet. Dit boek, we zijn op pagina 14 aanbeland van 352. En ik weet echt niet hoe lang dit gaat duren om dit allemaal uit te krijgen. Deze pagina 14, ik ga eventjes terug. Even doen, moet ik dan hier zo iets doen. Joppa. Dit is pagina 14 en dan hebben we hier een... Dit is de voorkant. Useful knowledge. Handige kennis omtrent overheden. Handige kennis over overheden. Ja. Handige overheidskennis. Dat je weet hoe overheid in elkaar zit. Voordat je volgende morgen weer belasting gaat betalen. Waar betaal je dat eigenlijk? Waar hebben we het over? Wat is dat wat overheid heet? Ik ben eventjes terug. Om je te vertellen waar ik ben. Dat is echt verschrikkelijk aan het begin. Ik ben nog maar hier. Daar ben ik gebleven. Deze zal ik heel kort eventjes toelichten. Het is toch wel lief dat die man dat geschreven heeft. En hier ga ik het vandaag over hebben. Orientation. Ga ik ook een beetje doorheen rammen. Want de wekker, die tikt, hè, van mij. Ik wil het kort houden. Uit medelijden met jullie. Even terug. Wat heb ik nou gedaan? Ik moet hier zijn. 11. Ja, hier begint hij. En dan kan ik er ook mee stoppen. Maar whether or not, of het wel of niet toegestaan is voor een literair agent om te schrijven zijn klant zijn voorwoord, weet ik niet. Of het mag wat ik ga doen, weet ik niet. Als ik regels hier breek, nou, dit is een regelbrekend boek. Example. During last... ik moet even in het Engels lezen. Je mag maar meelezen. Ik was er persoonlijk bij dat de wenkbrauw van de angstloze directeur Twitch, die ging krimpen of zo. Ik zag hem werkelijk gulpen. Ja, dat is een gulp. Met mijn eigen oren, ik hoorde hem zeggen: dit is een klein beetje te extreem voor ons. En hij bleef maar twitchen. Ja, dat moet je met je... Je hebt zo'n... Dat heet toch een... Ja, hoe heet dat nou? Ja. Kom, ik zoek het even op. Ik heb toch mijn computer hier. Dat maak ik dan uit. Translate. Engels. Twitch.
In het Duits. Een zenuwtrekking. Oh, ja, natuurlijk ja. Een zenuwtrekking. Ja. Nou, dan weet je wel hoe laat het is, hè. Dus, Ik was er persoonlijk bij dat ik zijn wenkbrauw van de zogenaamd, zou ik dan zeggen, angstloze directeur een zenuwtrek krijgen. En een gulp, wat is dan dat dan? Ja, ik heb ook altijd een gulp. Oh ja, ja, ook knoopjes heb je een gulp. Hè. Wat is gulp? Wat is dit? Oh, een slok. Oh, hij verslikte zich dus. Ja, 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 ja. Ik snap het al. Is er een gulp. Ja, dat zal zonder meer zo zijn. Ja, hiermee wil ik dit voorwoord van de introduction overslaan. Ik ga er even door. En dit is Peter Fleming. En die andere die we gehad hebben, dat was Pat Shannon. Die heb ik in de vorige gedaan, nummer 1. En dit is dan die tweede. Poppa. De Peter Fleming Agency. Dit ga ik niet allemaal voorlezen. Het duurt allemaal veel te lang voor jullie. Ik moet rekening houden met jullie spanningsboog, tijdsduur, dinges. Hier komt Frederik de Persoosje zelf aan het woord. Ik zal hem nog even laten zien dat het echt waar is. Dit is nog steeds van het voorwoord. En wat zie je? Dat is een heel lang voorwoord, zie je dat? En hier staat onder F de Persoosje. Dit is hem. Dit is hem. Zo, wat leuk man. Het is alleen nog maar voorwoord, hè. Ik heb nog niet eens wat boek zelf gehad. Verschrikkelijk, man. Mag wel opschieten. Ik ga de highlights eruit pakken. Orientation. Dit is een uitspraak van Harry S. Truman. En hij heeft gezegd... Het enige nieuwe op deze wereld... Dat is de geschiedenis die je nog niet wist. Of die je niet wist. De geschiedenis die je niet wist. Dat is het enige nieuwe op deze wereld. Dat lijkt mij op zijn Nederlands. Maar op, ja, het enige nieuwe in deze wereld, op deze wereld, is de geschiedenis die je niet kent. Die je niet kent. Ja. Daar kan je van leren. Nou, nu ga ik weer even bewijzen dat ik Engels ken. Maar niet juist. En ik moet het dus online gaan vertalen. Want ik heb het niet echt van tevoren gedingest. Onfreshman oriënteren. Op een of andere dag van de universiteit. Blalalala. Dan nam ik plaats aan een tafel van mijn studieadviseur. Hij was een professor van hij was professor botanie. En hij heette Lalalala. Hij bekeek mijn dossier alsof ik een rare soort was. Toen keek hij mij recht in het gezicht. En ik was 18 jaar oud en ik slikte iets door en probeerde te glimlachen. Sassy. Hij mompelde hij kalm. Goede hugenotennaam. Dat woord verbaasde me. Hugenoot? Sassy. Oh, dit is trouwens een quotatiefout.
zeggen, hoor. Of klopt het nou wel? Nou, maakt nog niet uit. Saucy, saucy, zouden wij zeggen, is een Franse naam, leerde hij mij. Die universiteit waar we zitten is een protestante universiteit. Jouw volk moeten hugenoten geweest zijn. Ik vergaf mijn vader voor het feit dat hij mij dat nooit had verteld, dat onze naam Frans was en dat onze voorouders misschien wel hugenoten geweest waren. Wat zijn hugenoten? Vroeg ik. Franse protestanten, zei mijn adviseur. Afgeslacht door soldaten in opdracht van Catharine de Medici, samen met de Jezuïeten. Dat is een mooie opening, hè? Een heel leuk jongen, heet je ook Saucy? Jouw familie is afgeslacht. De overlevenden werden verbannen. Sommigen wisten zich te vestigen in Engeland, anderen in Pruisen. Anderen kwamen naar Amerika, zoals jouw familie waarschijnlijk gedaan hebben. Jezuïeten? Nou, dat woord kende ik. In Tampa, mijn geboorteplaats, mijn woonplaats, daar was een hogeschool en die heette ook Jezuïet. Jezuïet High, Jezuïet Hogeschool, was ongelooflijk geëerd, academisch en atletisch. Ik was me bewust van een verbinding tussen de Jezuïeten en de Romeins-Katholieke Kerk, maar meer niet. Wat zijn Jezuïeten? Vroeg ik. Oh, Jezuïeten, dat zijn de leden van de Sociëteit van Jezus, zei hij. Excellente mensen, intellectuelen. Zij werken exclusief voor de paus. Zij leggen een eed af en alleen aan hem. Sommige mensen noemen hen de paus zijn privéleger. Een soort van leger zonder zwaarden. Controversieel. Ze zijn in problemen gekomen toen ze zich gingen mengen met de lokale overheden in het verleden. In de poging om die lokale overheden onder de heerschappij van de paus te brengen. Weet je? Maar in deze eeuw zijn ze een beetje teruggenomen. Ze zijn verschrikkelijk goede lesgevers. Die avond had ik mijn vader aan de telefoon, die zei: Who answered Dr. Berkeley's surmise? Die avond heb ik mijn vader aan de telefoon gehad. En hij zei: ja, ons ben hugenoot. En zijn voorvaderen, die zijn gearriveerd in de haven van Savannah in de tweede helft van de 18e eeuw. Nadat ze een aantal generaties hadden doorgebracht in Schotland.
En zij zijn inderdaad weggejaagd van hun geliefde land. Op dezelfde wijze als dat de Joden zijn weggejaagd uit Duitsland. De nazi's zaten achter de Joden en de Jezuïeten die zaten achter ons. Ach, maar dat was een hele tijd geleden, zei mijn vader. En dat moest ik toegeven. Vergeving is een groot goed. Het is een groot wonder, mag je ook zeggen. En het is het beste om de geschiedenis te laten zijn. Dus vergat ik over de Hugenoten en de Jezuïeten en stortte mezelf in mijn studiecarrière, mijn toekomst, mijn leven. Ik had nooit de gelegenheid om na te denken over mijn conversatie met die Edmund Berkeley. Tot pas 30 jaar later. In augustus, in de maand augustus van 1984. Tijdens een kort, maar informatieve ontmoeting met een assistent, United States Attorney. Het Verenigde Staten, assistent, Verenigde Staten, advocaat. En die heette John McCoon. We stonden een paar passen van elkaar in de marmeren hal, buiten een federaal wetsgebouw in Chattanooga, wachtend op de ochtendsessie om opgeroepen te worden. Ik was op de, het Nederlandse woord, ik stond op de lijst, heet dat zo. Ik stond op de lijst en ik was ingeagendeerd op de beschuldiging van het opzettelijke niet betalen van, nee, het opzettelijk niet indienen van mijn inkomstenformulier voor het jaar 1977, 1978 en zo'n belastingaangifte is dat. Hij had geen belastingaangifte gedaan. Dat was zijn fout. Ik had er geen enkele twijfel over dat de beschuldigingen ontkracht zouden worden. De wet die ik, zeggen ze, had overtreden. Of applied to persons required to file returns. Ja. Kijk, en hier gaat het dus om. Hij had in zijn bezit een brief van de IRS, waarin ze niet konden vertellen dat hij belasting moest betalen. Als je geen belasting hoeft te betalen, waarom zou je het dan doen? Er moet wel een wet zijn. En natuurlijk moet je belasting betalen, maar je betaalt al belasting als je een bier gaat drinken in de kroeg, want die kroegman die staat ook al, die charge je ook belasting. Je bier haalt bij de supermarkt, dat is dat goedkoper. Als je naar de kroeg gaat, dan betaal je belasting. En die kroeg die moet weer rioolbelasting betalen. Dat is allemaal prima. Maar iemand die geld verdiend heeft, moet belasting betalen? Waarom? Je betaalt toch al lang belasting? En die hele wet, waarmee het IRS heet dat, die wet, die klopt niet. De Internal Revenue Service, het gaat puur om personen, om rechtspersonen. En dat hebben ze gewoon uitgebreid naar
iedere lullo zoals Frederik de Borsosi, die ook alleen maar een beetje muziek maakt. Ik ga niet alles voorlezen. Want deze rechtszaak leidde tot zijn veroordeling. En toen is hij ontsnapt. Dat is een goede vraag. Zijn de Jezuïeten opnieuw achter de protestanten aan? Ja, wat dacht je zelf? Dat wordt allemaal duidelijk hoor. Dit gaat echt... Ja, dit gaat allemaal... Kijk hoor. Dit kan je allemaal zelf... eventjes deze naam. Die komt ze daar ook nog terug. Krijgen we deze nog? Ik wil hem graag redden. Tot ik heb nog iets meer dan 10 minuten. Dit is de afsluiting. Van de opening dan. Hè? Want ik pak hoofdstuk 1 erbij. Even kijken hoor. Dit is wel leuk om voor te lezen. I was prepared. Deze zin kan ik niet vertalen. Nee, voor mij is dat een zin ervoor. Oké, maar dan begin ik hier. 16 jaar lang heeft het gevangeniswezen me de kans geboden om te discussiëren over de vruchten van mijn onderzoek met intelligente gevangenissen in Californië, Georgië, Tennessee, Oklahoma en Mississippi. Hun duidelijke vragen, commentaren, inzichten en kritieken hebben mij geholpen om dit manuscript duidelijk te maken voor een groter publiek. Help me further prepare. Hebben mij meegeholpen mijn manuscript voor een groter publiek voor te bereiden, ja. Nu ik weer helemaal vrij ben, ben ik eindelijk in staat. Nu ben ik eindelijk in staat om mijn ondervindingen aan jullie te vertellen. In mijn eigen ware stem. Tried in adversity, seasoned by time. Ja, eerst geprobeerd en de tijd heeft het schoongemaakt. Zoiets moet je denk ik zeggen. Dus, de persoonsie kon goed schrijven. Oké, dit was het laatste van de inhoudsopgave van de inleiding. Dan gaan we nu terug. Kijk waar we gebleven waren. Dat ik jullie ook boeken leren lezen. Dit hebben we nou gehad. Dat was pagina 13 tot en met dinges. Dan gaan we hier naartoe. Subliminal Rome. Dit is weer een mooie tekening. Ik lees hem even op. Over hoe Ronald Reagan, over de wijze waarop Ronald Reagan en de paus samensweerden. Die andere. Het helpen van de solidariteitsbeweging van Polen. Het, de laatste,
het bevluchtigen, het besnellen van de ondergang van communisme. Nou, beginnen we hier. Even kijken hoeveel pagina's we hebben. Hier nog twee. Oh, maar dat lukt echt niet. Nou, dit is dan. Dit is chapter 2, dus dat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 pagina's. 6 pagina's in 10 minuten. Ik weet niet of ik het kan hoor. Als eerste, dit is een uitspraak van een bisschop en die heet Mandel Creighton. Die schijnt brieven geschreven te hebben. Nou, dat zullen we maar geloven. Ja. En dan zegt hij, de Romeins universele kerk, dat is een staat. Nou, dat klopt. Toen een reporter die een Pulitzerprijs had gewonnen, aankondigde in het Time Magazine cover story dat er een samenzwering was die president Ronald Reagan en paus Johannes Paulus II tezamen hadden gebracht over de ondergang van het communisme. Eén lezer tenminste zag door die scam heen. Professor Carol A. Brown van de Universiteit van Massachusetts stuurde een letter naar de editor, dat is de redactie van Times Magazine. En daarin stond: afgelopen week vertelde ik mijn studenten over de scheiding van kerk en staat. Deze week leerde ik dat de paus de Verenigde Staten haar buitenlandse politiek bestuurt. Geen wonder dat onze jonge mensen cynisch zijn over Amerikaanse idealen. Want waarom wil je dat? Waarom wil je dat de paus het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten bestuurt? Wat is daar de lol van? Vind je dat goed? Weet je het goed wat de paus gedaan heeft met die Amerikanen in Vietnam? Krijg je er mooie films van? En dat is het dan waard? Want je hebt dan de Dierhunter en Apocalypse Now. En dan ook nog, en dat vind ik dan wel een van de leukere. Van Stanley Kubrick, van Full Metal Jacket. Ik lees even door. Wat Brown, even kijken, wie was Brown? Wat die professor van de universiteit had geleerd van Carl Bernstein, dat is bom, die staat hier nog niet, had ik ook ontdekt na jaren. De paus runt de Verenigde Staten. De paus runt de Verenigde Staten haar buitenlandse politiek. En dat heeft dat altijd gedaan. Ja, Bernstein heeft gezegd dat de leidinggevende in Amerika achter de samenzwering tussen Ronald Reagan en het Vaticaan
dat waren overtuigde Romeins-katholieken. Namelijk, en dan komen ze hoor, William Casey. De directeur, mag je zeggen, van de Central Intelligence Agency. Alexander Haig, die moet je kennen uit de krant. Oh, fuck, sorry. Deze naam ken ik dan niet. Richard Allen weet ik niet precies, maar dat is de National Security Advisor. Waar heb je die eigenlijk voor nodig? Ambassador at Large, is dat dan? Dat is ook een mooie baan. De wilde ambassadeur. Dan heb je deze nog in een National Security Advisor. En die moet altijd weer overleggen met Richard Allen, maar dan krijgen ze wel een vergoeding voor. En dan kunnen ze wel gaan overleggen ergens in New York met een, ja, wat ze maar willen. Iets met lobster. Kreeft of zo. Iets wat lekker smaakt. Die mensen werken ze echt helemaal de kleren hoor. Ik ben niet jaloers op die lui. Doe mij maar mijn zielige bestaan. Wat zijn ze dan wel? Dan heb je hier William Wilson. Ambassador to the Vatican State. Maar de verslaggever vergat te noemen, te zeggen, dat het gehele, dat het comité van de buitenlandse relaties werd, daarop werd toegezien door Romeins-katholieken. Ook. En dan in een specifiek senatoren. En hier komen weer mooie namen, die ken je allemaal. Joseph Biden. Dat was de vice, dat is nog steeds de vicepresident. Het is nu zoveel januari, hij is nog eventjes in office, zeggen ze dan. Ah, hij moet nog hard werken, jongen. Hij moet morgen weer, wat heeft zo'n man te doen eigenlijk? Behalve tegen mij te liegen en mij helemaal het bloed onder mijn nagels vandaan te halen. Dan heb je deze John Kerry. Nou, dat vind ik ook echt, die man moet zijn achternaam ontnomen worden. Die heette vast niet John Kerry. Die is ook wel weer een of andere stomme naam, net als Joseph Stalin. Die is ook zo'n onuitspreekbare naam. Dat is ook zo'n vent, die heeft zichzelf omgenoemd. Die houdt zich bezig met terrorisme, ja inderdaad. En een good hairdo. En Rooms-katholiek natuurlijk. En daar gaat het zo maar over. Ik race hem er gewoon doorheen hoor. Hoppa, pagina 3. Wat krijgen we hier? Hoeveel minuten heb ik nog? Oh jee, nog maar 2 minuten. Heb je dus hier allemaal laypersons, ja, wat zijn dat dan weer? Die zitten er allemaal, hè? Dat is Rooms-katholicisme, man. Dat is gezellig, jongen. En die Rooms-katholieken, die malen gewoon in principe om niks. Want je moet gewoon goede werken doen en je moet gewoon keihard werken. En dan wordt je alles vergeven als je maar heel hard werkt en dan is er niks aan de hand. Is dat even leuk? Denk hierover na. Ja. Kijken waar de quote zit precies. Ja, zo ziet het goed. Bedenk je eens. Het land dat wij tegenwoordig kennen als het District van Columbia had vroeger de naam Rome. Uit het kadaster van 1663. Daar stond het in, hè?
Het heette Rome toen. En een tak van de Potomac rivier die daar langs liep aan de zuidkant, die werd genoemd de Tiber. Ja, dat pak ik als laatste nog eventjes ter lering en de vermaak en dan ga ik afsluiten. En dan de volgende beginnen natuurlijk. Want ik maak het af. We hoeven geen directions, dat hebben we niet nodig. Waar is de Tiber? Oh, weg, man. Ik wil helemaal geen directions. Weg. Gewoon weg. Ik wil alleen maar naar die kaart kijken. Waar zit de Tiber? Ik zie er wel een blauw lijntje lopen. Jullie ook? Zeg, wat is het? Oh, Google Maps is mijn vriend. Ja, mijn vriend. Kijk, hier zie je dus, dit is een Vaticaanstad. Dat hoef ik nou niet meer te laten zien. En hier zit, keurig op zijn Nederlands, hè? Nee, Engels, oké. Okay. River Tiber. Kun je het ook lezen? Van grote maken. Je ziet hem, hè? River Tiber. En hier zit dus ergens Vaticaanstad. De Via Leone, de 13e, ja, daar zitten ze. Dat is waar je moet zijn. En dat is dus ook in Washington DC. Daar zitten die mensen ook. Iets met, wat was het nou, dat plaatje met de Vaticaanstad? Dus daar, dat dingetje is het. Ja, hier. Nu kan je het goed zien. Dus deze hebben we net gecontroleerd. Dit is de Tiber. En bij Washington DC lag hij dus aan de zuidkant. Maar dat heette dan ook Rome. En hier is het Vaticaan, zit hier. Met muren, jongen. Ongelooflijk hoge muren. Nou, ik ga eventjes controleren hoe ver ik gekomen ben. En dan pak ik hem weer op in de volgende uitzending. En dan doe ik weer een half uur. Ik hou het gewoon lekker kort. Hè? Kunnen jullie goed luisteren? Dit was uitzending nummer 2 en de volgende wordt nummer 3 en die gaat ook over hoofdstuk 1. Ja, het kost tijd. Ja. Dankjewel voor het luisteren en op zijn hamburgers. Dan zeg ik tjus, dag lieverd.